2 maanden lang staat Gelderland in het teken van het Erfgoedfestival. Op 100 locaties vinden in totaal 200 activiteiten plaats om de rijke geschiedenis van Gelderland te vieren. Het thema van het Erfgoedfestival is Over Grenzen. Ik ga op reis over de grenzen van Gelderland. Vandaag in de Achterhoek. Dit is ons oude vaderland. Mooi, hè? Het heet het Hertogdom Gelre en het Graafschap Zutphen. En het ontstond hier in deze kerk precies 900 jaar geleden met een sprookjeshuwelijk. In deze kerk trouwde de graaf van Gelre met de gravin van Zutphen. En daarmee kwam een groot deel van de Achterhoek bij Gelderland. Het Hertogdom Gelre had 4 hoofdsteden. Zutphen, Arnhem, Nijmegen en Roermond. En in de 4 kerken van deze steden vinden we tijdens het Erfgoedfestival een tentoonstelling met deze kaart over dat oude Hertogdom Gelre. Oh, supermooi. We gaan op reis over de grenzen van de Achterhoek. En dat doen we vandaag op het water. Als je op de Berkel van Zutphen naar Duitsland vaart, dan kom je eigenlijk al meteen de eerste grens tegen. Dat is deze prachtige waterpoort in de stadsmuur. Zo'n stadsmuur was natuurlijk hartstikke makkelijk om de vijand buiten de deur te houden. Maar zo'n stadsmuur had ook een hele belangrijke symbolische functie. Want was je binnen de stadsmuur geboren, dan was je een burger. Maar woonde je buiten de stadsmuur, dan was je een boer. En dan had je een hele andere positie met hele andere rechten en plichten in die samenleving tot zo'n 200 jaar geleden. Maar je had ook mensen die woonden wel in de stad, maar waren geboren buiten de stad, op het platteland. Dat waren de buitenlui. Dat waren geen burgers, dat waren geen boeren, dat waren buitenlui. En daar komt die hele bekende uitdrukking vandaan die we nu nog steeds kennen. Boeren, burgers en buitenlui! Terwijl ik over de Berkel naar het oosten vaar, bekijken ze in Museum Hof van Hekeren in Zutphen dit meesterwerk. Het is vanaf volgende week te zien in Museum Coda in Apeldoorn. Daar is tijdens het Erfgoedfestival een unieke tentoonstelling van schilderijen met Gelderse landschappen te zien. Zutphen leent zijn Averkamp uit. Nou, dit is onze Averkamp, één van onze topstukken. En die gaan we ook uitlenen aan de tentoonstelling. Dat is op zich heel bijzonder, want we lenen hem eigenlijk liever niet uit. Dat hij zo kwetsbaar is. Nou, we zien hier een mooi stadsgezicht op Zutphen. Dat is natuurlijk bekend met alle torens. Sint-Jan, Walburgtoren, Wijnhuistoren, de molens op de vestingwerken. Maar wat bijzonder is natuurlijk, we zien schaatsende en spelende mensen op de IJssel. Dat is iets wat tegenwoordig natuurlijk niet meer voorkomt, dat de IJssel bevriest en dat je daarop kan spelen. Maar juist in die periode bevroor de IJssel heel vaak, overigens heel Nederland bevroor heel vaak. Ik zelf altijd heel leuk vind, het kleine kindje met wat lijkt een zwart petje op, maar dat is een valhoed. Om te voorkomen dat als die zou vallen, dat hij dan zijn hoofd erg zeer zou doen. Nou ja, en als je ziet wat ze allemaal voor dikke bontmantels aan hebben, het waren echt wel stevige winters in die tijd. We vinden het ook heel fijn dat Coda hem wil laten zien. Maar het is echt uit die periode, uit onze provincie, een van de topstukken. Dat wat je in het Rijksmuseum ziet zijn Hollandse landschappen. Dit zijn Gelderse landschappen en daarbij is dit gewoon een top Gelders landschap uit de 17e eeuw. Met allerlei fluisterboten en berkelzompen is het voor iedereen mogelijk om een groot deel van de Berkel te bevaren. En je komt ook nog over een verborgen grens. Namelijk de grens van de vrije heerlijkheid Borculo. Nu is Borculo een rustig Achterhoek stadje. Maar ooit was dit de hoofdstad van een eigen mini-staatje.
bedankt John Kerels. Het was een prachtige vaartocht. Ja, dankjewel. Maar hier is het ook mooi. Dag Peter. Dag René, welkom. We gaan op pad. We gaan op pad. In de oude heerlijkheid Borculo. Ik ga je Borculo laten zien. Ik heb er zin in. Ik ook. Dus Borculo was gewoon een hoofdstad? Ja, zo moet je dat inderdaad zien. Ik maak altijd een vergelijking met Monaco. Zo was Borculo eigenlijk ook. Klein staatje. Een klein staatje, een klein mini-staatje. Ah, dat is hem. Dit is het. Dit is het Hof van Borculo. Ja, het is nu niet zo groot in zo'n maquette, maar nee. Volgens mij was het echt een heel groot kasteel. Ja, het kasteel was 51 meter bij 42 meter. Dus eigenlijk het vierde kasteel van Nederland, zo kunnen we het wel zeggen. En hier gingen ze naar binnen? Hier gingen ze naar binnen. Hier resideerde de heer van Borculo. En vanuit hier werd dus ook de hele heerlijkheid Borculo bestuurd. Maar hoe groot was dat gebied nou? Daar heb ik een kaartje van meegenomen. Okay. Hier zijn we in Borculo. Ja. Nou, eigenlijk kun je het stellen dat de heerlijkheid Borculo eigenlijk net zo groot was als nu de huidige gemeente Berkeland. Alleen exclusief Ruurlo. Dus eigenlijk is het verkeerde gemeentenaam ook. Eigenlijk had de gemeente Berkeland gewoon de heerlijkheid Borculo moeten heten. Helemaal mee eens. Ik snap het helemaal. Ja. Ja. Kijk René, dit is een beeld van de heer van Borculo. Dit jaar onthuld. Oké, en een prins van Oranje. Prins Willem V. Hij kocht de heerlijkheid Borculo aan in 1776. Dat is eigenlijk ook de reden dat onze huidige koning, koning Willem-Alexander, nu ook nog steeds de titel heer van Borculo draagt. Het is eigenlijk ook het enige beeld van prins Willem V in Nederland. Ja. En hij was heer van Borculo, prins van Oranje en ook een verre voorvader van koning Willem-Alexander. Klopt, ja. Klopt helemaal. Nou René, bedankt voor je bezoek. Ja, dit is de grens. Dit is de grens. Hier ga ik afscheid van jou nemen, want ik ga de heerlijkheid Borculo niet uit. Ik kan me goed voorstellen. Ik kom ook snel terug. Goede reis. Dankjewel. Ik ga maar te voet, want volgens mij komt er onweer aan. Dat ziet er dan wel naar uit. Niet meer met de Berkelsomp helaas. Tot ziens. Dag Peter. Dankjewel. God gewoon. Ah, wat gaan jullie doen? Ga je op het spoor leggen? Zoals echte cowboys. En indianen. Waarom? Zodat het fijn om je heen rijdt. Tijdens het Erfgoedfestival kunnen we ook een tiental voorstellingen over grenzen van Gelderland bijwonen. Ja. En vaak op een bijzondere locatie. Zo. Zoals hier op de Borkense Baan in het buitengebied van Winterswijk, vlakbij Kotten. Acteurs van toneelvereniging Toep spelen de voorstelling Dwarsliggers. Wat voor spoorlijn is dit? Het is de Borkense Baan. En vroeger was dit een goederenspoorlijn van heel Oost-Nederland tot in Duitsland om allerlei goederen te verplaatsen over deze spoorlijn. Maar er hebben nooit passagierstreinen overheen gereden? Nee, het waren alleen maar goederentreinen, ja. Laat me u vertellen van de trein die altijd rijdt, die geen mens ooit nog teleurstelde, hij komt altijd op tijd. Dus ook mooi om hier een voorstelling te spelen. Het gebeurt echt hier, op deze plek. Ja, letterlijk op de Borkense Baan. Uiteindelijk hebben we zelfs in de voorstelling een karretje wat op de rails rijdt. En naar je toe komt rijden en van je afgaat. Waardoor we echt letterlijk de spoorbanen echt gebruiken. Ja. Oh. Oh. Wauw. Moet je nou toch kijken wat een fantastische plek heb je uitgekomen. Wauw. Pa, wat een... Wow, ja, echt wel, wow. Welkom op een van de meest bijzondere plekken van de Gelderse Achterhoek. Oh. Het heet Dwarsliggers, het stuk? Ja. Dat klinkt een beetje alsof er wel iets gebeurt. Eigenlijk zou je kunnen denken dat het stuk een beetje Alex van Warmerdam-achtige sfeer, zo'n jaren 50 sfeer, waarin de mensen die hier wonen aan de Borkense Baan zijn blijven hangen. Totdat aan de andere kant van de baan... Een familie komt, die vakantie gaat houden en eigenlijk het andere leven hier komt brengen. En dan komt de spanning natuurlijk. Wow, stop! Zeg genade! Ja, genade! Mooi, Giem. Dit is lekker. We hebben nog zo'n scènetje. Het is toch mooi dat het samenvalt met het Erfgoedfestival, hè? Zo'n voorstelling over de grenzen. Hebben jullie speciaal geschreven voor het Erfgoedfestival? Ja. We zijn gevraagd om juist hier in Winterswijk daar iets voor te gaan doen. Ja. En ook echt een locatie te vinden die te maken heeft met erfgoed. Hè. Dit is echt een soort locatie die, nou ja,
Die zit in het hart van Kotten, van Winswijk, wat erfgoed is. Het is echt een goede erfgoedvoorstelling geworden. Ja. Toi, toi, toi. Ja, dankjewel. Duitsland is die kant op, hè? Ja, hè? Ga toch even daar. Moeten reizen. Dank je. Vanavond is de première van de voorstelling Dwarsliggers. Toneelvereniging Toep speelt de voorstelling dagelijks tot en met zondag 10 juni. En volgende week gaan we echt over grenzen. Dan zijn we in Duitsland en in Limburg. Het is zo heerlijk om te varen op een Berkelsomp. En dat kunt u komende zaterdag ook doen. Maar niet dit tochtje in de buurt van Borculo. Want dat is normaal gesproken ook te doen. Komende zaterdag doen we een unieke boottocht langs de oude binnenstad van Borculo. Er zijn allemaal activiteiten om te laten zien dat Borculo ooit een eigen vrije heerlijkheid was. Kom dat zien, kom dat meemaken. Weer een unieke Gelderdag. Komende zaterdag in Borculo, een van de mooiste steden van de Achterhoek. Had ik het al gezegd? Bij deze.